Hey Android World, ik ben Jiri en ik sta hier aan de Smartwatch stand van Huawei. En ik heb hier de Huawei Watch GT2 of GT2. Hoe zeggen we dat in België en Nederland? Ik weet het niet. In ieder geval de tweede generatie van de smartwatches van Huawei. Er is heel wat veranderd. Nieuwe processor, de Kirin A1. Veel sneller, veel beter energiebeheer. Over energiebeheer gesproken, je kan met op één laadbeurt 2 weken doen met deze smartwatch. Verder zijn er ook op softwaregebied een aantal improvements gekomen. Je kan triathlon gaan doen, je kan gaan klimmen, dat gaat hij allemaal registreren. Verder kan je er ook nog mee bellen. Belangrijk. Als je telefoon krijgt op je toestel, kan je opnemen met je smartwatch, kan je er tegen praten, kan je zien ook wie dat er je belt enzovoort. Er zijn 2 uitvoeringen van de smartwatch, een 42 mm en een 46 mm versie. De kleinere heeft een adviesprijs van €229, de grotere versie kost €249.